inclusie, a.k.a. inbegrepen, inkluis, ingesloten, meegerekend, met inbegrip van. Zoveel verschillende woorden. Maar welke betekenis heeft inclusie? Als wij de oeroude informatiegoed Wikipedia erbij roepen, krijgen wij de volgende informatie geschonken. Inclusie betekent de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Dit is belangrijk omdat jarenlang mensen hebben gevochten om deel te nemen aan de destijdse samenleving. Hierbij moet je denken aan mensen zoals Rosa Parks, die weigerde achter in de bus te zitten, om duidelijk te maken dat zij mag zitten waar zij wilt. Of Martin Luther King, die droomde van een dag dat kinderen met verschillende huidskleuren, geloven, achtergronden met elkaar konden spelen. Of vrouwen zoals Emma Watson, die pleiten voor gelijke rechten voor alle vrouwen. Nu wij weten wat inclusie is, is de vraag, weten de studenten van de Hogeschool van Amsterdam ook wat inclusie is? Let's ask. Ik kan het ook niet eens, hoor. Sorry? Ik neem... Zo, ik vraag me echt wat, hè? Wat? Inclusie. Wat is dat? Voor mij betekent inclusie dat iedereen erbij mag horen. Dat iedereen gelijk is. Ja, heel veel. Ik vind het heel belangrijk. Gewoon allemaal gelijk en allemaal één. Inclusie betekent voor mij ook. Iedereen heeft dezelfde rechten en plichten. Iedereen is gelijk. Dat je zorgt dat mensen erbij horen. Delen van wat je hebt met andere mensen en dat samen weer verder gaan. Geaccepteerd worden door iedereen, overal bij mogen horen, jezelf kunnen zijn overal. Nou, maar dat wil ik ook, dat die mensen naar mij luisteren natuurlijk. Jarenlang voelen verschillende mensen zich buitengesloten uit bepaalde samenlevingen. Inclusie leert ons dat wij allemaal bestaan uit vlees en bloed. We worden allemaal hetzelfde geboren. Waarom zou je elkaar dan anders behandelen? Leef met elkaar en zorg voor elkaar. Dat is de echte betekenis van inclusie. Vond je dit onderwerp nou ook zo interessant? Klik dan hier op de video van Amber waar zij praat over diversiteit. Klik hier voor alle andere video's van mijn mede-YouTubers en subscribe op mijn veel te grote hoofd. Dankjewel voor het kijken naar deze video en vergeet niet, iedere dinsdag om 4 uur zie je weer een nieuwe video van mij. Joe!